Het is vrijdag 13 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Opnieuw overval op RET-buschauffeur lijn 38. Krantenbezorgster slachtoffer steekpartij. En Olympische sporters uit de regio prikken gezamenlijk vorkje. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Zaterdag wolkenvelden, af en toe kan de zon tevoorschijn komen. Plaatselijk kan er een buitje vallen. Temperaturen komen uit op 12 graden landinwaarts. Het is dus aanzienlijk kouder dan de afgelopen tijd. En dat bij een stevige noordwestenwind. Tot zometeen. De onrust onder buschauffeurs van de RET groeit, dat zegt de ondernemingsraad van het vervoersbedrijf. Aanleiding is een gewapende overval op een buschauffeur afgelopen donderdag in Rotterdam-Krooswijk. En begin deze maand was het ook al raak op precies dezelfde plek. Dit is hem, de vermoedelijke dader van twee overvallen op buslijn 38 op de Nieuwe Krooswijkse weg. De overvaller gaat er met een onbekend geldbedrag vandoor en zorgt voor veel onrust onder het personeel van de RET. Dat is natuurlijk wat nu begint te komen, dat mensen zich zorgen maken. Nu is het een lijn 38 waar twee keer wat gebeurt. Dus dat als ze op een bus 38 ingedeeld worden, dan krijg je wel een gebied waar de aandacht op staat. En dan ga je liever misschien met een andere lijn rijden. Dan denk je voor je gevoel dat dat veiliger is. Een dag later zit de schrik er nog goed in Krooswijk. Ook bij het wijkpastoraat. Daar hebben ze wel een idee hoe het opnieuw heeft kunnen gebeuren. Al deze huizen hier op de benedenverdiepingen staan nu leeg. In het verleden had je hier echt sociale controle in de straat. In het verleden gebeurde het gewoon niet, omdat die huizen bewoond waren. Ik snap niet dat een buschauffeur nog hier zou durven rijden eigenlijk. Want het zijn best wel enge verhalen ook, hè? Dat het met een mes zou worden. En we hebben het aangegeven dat het zou gebeuren, de tweede keer. En het gebeurt gewoon ook de tweede keer. Bij wie heb je het aangegeven? Wij hebben het aangegeven bij de gebiedscommissie en wij hebben het aangegeven bij Havensteden. De ondernemingsraad van de RET pleitte na de eerdere overval al voor bussen zonder contant geld aan boord. Heeft u goede hoop dat dit ooit wordt opgelost? Hoop altijd, zonder hoop geen leven, zeggen we. Maar het is een maatschappij waar we in leven die natuurlijk anders is van 20, 30 jaar geleden. En daar hebben we mee te dealen en daar moet je op inspelen. De RET zet tot dinsdag extra toezicht en bewaking in rondom buslijn 38. En wie informatie zou mogen hebben over de overvallen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0800 60 70... of misdaad anoniem 0800 7000. Een krantenbezorgster is vanochtend neergestoken op de Pasteursingel in Rotterdam-Delfshaven. De politie vond de 51-jarige vrouw uit Schiedam naast haar fiets nadat buurtbewoners alarm hadden geslagen. De steekpartij gebeurde rond 5 uur. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij houdt mogelijk verband met een poging tot beroving in de buurt even daarvoor. Enkele minuten voordat de vrouw werd gevonden, werd er om de hoek van de vindplaats een man beroofd. Althans, het was een pogingberoving. Hij werd op straat benaderd door een man, die pakte een beet. Die bedreigde hem ook en er ontstond een worsteling. Hij verweerde zich en daardoor ging de onbekende man er vandoor. Ja, dit verhaal heeft hij bij ons verteld. En wij vermoeden wel dat er een link is met het steekincident, dat we mogelijk met dezelfde dader te maken hebben. Rotterdam doet veel te weinig om woningen te regelen voor asielzoekers die in ons land mogen blijven. Dat vindt de oppositie in de gemeenteraad. Daarom kreeg de verantwoordelijk wethouder Snijder een motie van afkeuring aan de broek. Opwinding ontstond er in de raad toen Leefbaar voorstelde om alleen hoogopgeleide asielzoekers in Rotterdam te huisvesten. Het was vooral de wethouder die de ophef veroorzaakte toen hij het voorstel om alleen excellente asielzoekers in Rotterdam te verwelkomen omarmde. Statushouders... een profiel hebben dat aansluit waar wij in Rotterdam behoefte aan hebben, zodat ze ook sneller kunnen integreren en ook sneller werk kunnen vinden op onze arbeidsmarkt. Dit verbaast mij echt heel erg. Wat ik zeg is dat ik deze motie kan omarmen. Ik wil gewoon een uitspraak en ik wil dat elk collegelid hier heel goed naar deze motie kijkt, waarin staat dat er dus inderdaad mensen in de bek gekeken worden en die willen we wel en die willen we niet, zoals dat vroeger met Marokkanen ging. Ja, het leek er zelfs even op dat het stadsbestuur dat echt zou gaan doen. Oftewel, mensen die met hun handen werken, bakkers, slagers, metaalbewerkers, havenarbeiders, dat die niet welkom in deze stad. En die mensen die hard met hun handen werken zijn juist degenen die Rotterdam opgebouwd hebben. En het tweede is, je kunt niet en je mag niet zeggen, mensen uit oorlogsgebieden die we hier moeten huisvesten, dat je daarvan zegt, de ene wel, jij bent hoog opgeleid, jij bent niet goed opgeleid, jij komt hier niet, je mag er niet in. En na een schorsing komt de wethouder terug op zijn woorden en ondersteunt het voorstel toch niet. De motie alleen excellente asielzoekers haalt het ook niet. De wethouder moest in de raad nog wel uitleg geven waarom Rotterdam achterloopt met de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus.
Volgens hem komt dat alsnog goed. Je ziet dat in de eerste maanden van het jaar de mutatiegraden bij woningen altijd wat lager ligt dan verderop in het jaar. Dat is één manier waarop je ziet dat die achterstanden worden ingelopen. De tweede manier is dat wij in Rotterdam ook de Verre Bergen hebben die nu bezig zijn met het opkopen van woningen. Dus dat gaat ook zorgen voor extra ruimte. En zometeen in Rijnmond Nieuws. Een bijzondere nieuwe bezoeker van de Biesbos laat zich zien voor camera. Hij liep er mooi voorbij. Het is heel grappig. Je ziet ook op de beelden een beverglijbaan en daar loopt die das overheen. En ja, waar heb je dat in Nederland? Waar de das de bever treft. En ja, dit zijn unieke beelden. Een uitzinnig Ahoy maakte gisteravond een waar dartsfeest mee. Voor het eerst in de geschiedenis kwam de Premier League langs op het Europese vasteland en Rotterdam was de gastheer. In 3 kwartier waren de kaarten uitverkocht en zo zagen zo'n 10.000 liefhebbers grootheden als Michael van Gerwe en Raymond van Barneveld aan het werk in eigen land op het hoogste niveau. Oh, Michael van Gerwen. Nog voor het feest goed en wel begonnen is, zit de sfeer er al goed in bij de fans van Michael van Gerwen, de nummer 1 van de wereld. Het zegt al genoeg dat binnen 47 minuten kaarten uit zijn verkocht. Vandaar dat wij vanuit Groningen gewoon hierheen komen om dit mee te maken. Toen de kaartverkoop een half jaar geleden van start ging, wisten de echte fans dat ze er meteen bij moesten zijn. Een uur van tevoren zat ik voor de computer al. Ik denk, daar moet ik bij zijn. Dat zou ik echt balen vinden als ik dat zou missen. Voor de Nederlandse dartliefhebber is dit het eerste grote festijn in Nederland. Ja, en dan met Raymond van Barneveld en van Gerwen. Als dartliefhebber ga je graag naar zo'n groot festijn. Ahoy stroomt vol met in het oranje uitgedost publiek. In afwachting van 4 wedstrijden op het allerhoogste niveau. Ik denk dat het dak zo meteen afgaat. En dat is niets te veel gezegd. Bizar dit. Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. En ik ben vaak in Engeland geweest. Daar is het sfeervol. Maar hier breken ze de boel af. Het is onvergelijkbaar. Michael van Gerwen wint voor een uitzinnig publiek met 7-5 van Phil Taylor. Raymond van Barneveld speelt met 6-6 gelijk tegen Peter Wright. Eigenlijk stond de Hagenaar ooit aan de wieg van de dartsgekte in Nederland. Daarom was het ook zo mooi dat de mensen hier in Rotterdam minutenlang Barney Army zingen zoals dit. Waardoor je zag dat Raymond tranen in zijn ogen had. Zo mooi, kippenvel. Nou, was mooi. Was echt mooi. Met de opkomst. Wat er vanavond gebeurde, denk ik, dat maakt me bijzonder trots. Misschien wel het mooiste moment in mijn carrière. De wederopbouwtrap voor Rotterdam Centraal is af. De megatrap is 29 meter hoog, telt 180 treden en loopt tot aan het dak van het groothandelsgebouw. Hij is gebouwd in het kader van Rotterdam Viert de Stad. Maandag wordt hij geopend door burgemeester Abu Taleb. Beklimmen kan dan tot begin juni. In totaal kunnen 1000 mensen tegelijk de trap op. Opnieuw een bijzondere bezoeker in de Biesbos in Dordrecht. Er loopt een das rond. Het dier is vastgelegd op camera en dat is bijzonder, want het roofdiertje is nog nooit eerder in het natuurgebied gesignaleerd. 1 mei 2016, 7 uur 's ochtends. Ja, toen had je erbij moeten wezen. De das laat zich echt even goed zien voor één van de cameravallen in de Biesbos. Een unieke situatie. Er was eigenlijk nog niet echt een gedocumenteerde waarneming van een das in de Biesbos. Enkel in de jaren 80, toen zijn wat haren gevonden, is er een claim van een waarneming geweest. En ja, nu is het een bevestiging, bewegend beeld, niks spreekt dat tegen. Hoe is hij hier gekomen? Ja, hij heeft in ieder geval een stukje gezwommen. Daar staan dassen niet bekend om, maar ze kunnen het wel zeker. De Nieuwe Merwede is een hele brede rivier. Maar bij Van der Maas is bijvoorbeeld bekend dat ze die rivier in ieder geval zwemmend passeren. Dus ze zijn het water overgekomen. En ze hebben wellicht gebruik gemaakt van diverse verbindingszones die er zijn tussen de Biesbos en andere natuurgebieden in oostelijk Nederland. Dassen zijn erg schuwe dieren. Dus wil je hem zien, dan moet je bijzonder veel geduld hebben. Ik heb daar zoveel uren in gestoken bij Burgten op de Veluwe, langs de Maasvallei in Limburg. Ik heb er slechts 2 waargenomen in mijn hele leven. En de kans dat het nu in de Biesbos kan gebeuren, ja, die is er en dat is leuk. Of het gaat om 1 of meerdere dassen in de Biesbos is niet duidelijk. De boswachter denkt het eerste, maar hoopt natuurlijk op meer. Ik denk dat dit tot dusver 1 zwerver is, maar ze zijn super geheimzinnig. En in zo'n ruig gebied als de Biesbos is het heel lastig om sporen van de soort tegen te komen. Maar misschien is dit de eerste verkenner. Die is voor de troepen uit en volgen er meer.
Wanneer je 80 jaar wordt, hoort daar een cadeautje bij. Maar beeldend kunstenares Sjane Leeuwenburg uit Oud-Beijerland had nooit verwacht dat het Museum Hoekse Waard een overzichtsexpositie van haar werk zou maken. Met van de ontmoeting met koningin Beatrix, de kunstwerken in Frankrijk en Afrika, tot aan de werken van Sjane in haar eigen Hoekse Waard. Ze wilde altijd al met haar handen werken. En dan vooral met gereedschap. Geen poppen, speelde ik niet mee. En als ik jarig was, kreeg ik cadeautjes. Dat was een hamer of een nijptang of zoiets dergelijks. Het is altijd gestimuleerd. Wat je leuk vindt, moet je doen. Sjane behoort tot de eerste generatie moderne kunstenaars uit de Hoekse Waard. Haar werken staan onder andere in Frankrijk en Afrika, maar ook in haar geboortestreek. De Hoekse Waard is mijn plekje. Hoe kwam u op het idee voor dit kunstwerk? Omdat deze dichter een gedicht heeft gemaakt over dat molentje. Het Bosmanmolentje. Vroeger had iedereen met de meeste boeren langs hun sloot zo'n molentje staan. En als er hoog water was, dan werd het eruit gepompt. Andersom. Heeft het materiaal een uitdaging voor u? Nou, het staal wel, maar bijvoorbeeld klein niet. Een vierkant. Door de midden twee rechthoeken. Door de midden de driehoeken. En dat is er uitgekomen. En de driehoeken van de huizen, de driehoek van het kerkje, dat speelt allemaal mee. Voor haar 80ste verjaardag is in het Museum Hoekse Waard een overzichtstentoonstelling ingericht met 40 werken, persoonlijke documenten, foto's en filmfragmenten van Sjane. Ik kom er binnen en ik werd helemaal stil. Ik dacht dat ik in een gebouw van Mondriaan of zo kwam. Vond het schitterend. Mijn ouders hadden het moeten zien met die kleine klauwtjes dat ik dit nog bereikt heb. Hadden ze ook trots geweest. Ja, de overzichtstentoonstelling over Sjane Leeuwenburg is dus te zien in Museum Hoekse Waard en dat is in Heinenoord. Het sportnieuws komt van Ruud van Os op de redactie. Ruud, we beginnen met goed nieuws voor de Kuip, want het Nederlands elftal komt weer naar Rotterdam. Ja, inderdaad. Twee WK-kwalificatie-interlands zijn toegewezen aan de Kuip op 7 oktober, Wit-Rusland thuis. En 9 juni van het volgend jaar, Luxemburg thuis. En dat is best opmerkelijk, want een paar jaar geleden nog zei de directeur van de KNVB, Bert van Oostveen, dat de Kuip zijn langste tijd had gehad als stadion voor interlands voor Oranje. Hoe dan ook, Oranje dus terug in Rotterdam. Dat is goed nieuws voor de portemonnee en voor het aanzien van de Kuip. Ja, dat zijn toch serieuze bedragen. Buiten reputatie wat het oplevert. Is altijd moeilijk in geld om te drukken. Maar ja, kijk, als hier 40.000, 50.000 mensen zitten die eten en drinken wat. De KNVB betaalt een huursom. Ja, dan praat je toch over etelijke tonnen die het aan rendement oplevert. Ja, nu zullen sommige mensen zeggen, zie je nou, het kan wel dit soort grote evenementen terug. Moet er dan dus wel een nieuw stadion komen? Nou, het kan altijd nog beter en je kan altijd nog meer uithalen. En als wij een nieuw stadion hebben, dan komen de Nederland-Frankrijks en de Nederland-Italië's. Omdat er ook voor de KNVB dan meer potentieel ligt. Ja, die worden dan makkelijker deze kant toegewezen. Dus daarvoor, met name om die topcategorie ook binnen te halen, is dat nieuwe stadion ook nodig. Maar goed, dat nieuwe stadion bouwen we niet voor het Nederlands elftal. Die maken er uiteraard ook dankbaar gebruik van straks. Maar dat bouwen we natuurlijk primair voor Feyenoord. Ja, en Ruud, van het voetbal naar de Olympische Spelen, want over 3 maanden zijn de Spelen in Rio de Janeiro. Maar vandaag al stond de gemeente Rotterdam erbij stil. Ja, de gemeente Rotterdam en Rotterdam Topsport hadden alle Olympische sporters en Paralympische sporters uitgenodigd. Heel vroeg vanochtend een heus Olympisch ontbijt op het Rotterdamse stadhuis. De regionale sporters krijgen zo de kans om elkaar wat beter te leren kennen. Over minder dan 3 maanden wordt er een topprestatie van deze atleten verwacht. En de gemeente wenste de deelnemers met dit initiatief alvast heel veel succes. Ja, het is heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld net met de judoka's aan tafel gezeten. Ja, die normaal zie je die alleen op tv. En dan denk je, wat zijn ze geconstateerd en wat zien ze er negatief uit. En nu blijken het hele soepele, aardige mensen te zijn. Die ook allemaal een eigen missie hebben en daar kan je heel veel van leren. En zo'n ontbijt is iets heel moois, dat een mooie stad als Rotterdam dat doet. Met een mooi dagelijks bestuur en ik denk dat we heel lekker hebben gegeten. Nou ja, dat leek me wel leuk om gewoon ook een keer hier in Rotterdam een ontbijtje mee te doen. Omdat ik natuurlijk altijd in Hoofddorp train. En ik hoor natuurlijk wel bij Rotterdam omdat ik gewoon in Portugal woon. En het is wel leuk gewoon om hier te zijn. Judoka Marjin de Verkerk is in de tweede week van augustus een kanshebber op een medaille. Even sloeg de schrik haar om het hart toen ze afgelopen weekend tijdens de Grand Prix in Baku geblesseerd raakte aan haar knie.
Ja, ik hoorde knak in mijn knie. Ik dacht, oh nee. Nou was het wel mijn andere knie en niet de knie van mijn kruisband. Maar het valt mee, de schade valt mee. Ik hoef 3 weken even geen judo en alleen maar krachttraining en het revalideren van. Dus gewoon die knie even herstel geven en dan kan ik over 3 weken gewoon weer volle bak vooruit. De Olympische Spelen in Rio de Janeiro die zijn er van 5 augustus tot en met 21 augustus. En de Paralympics beginnen een maand later op 7 september. We zijn weer bij, dankjewel Ruud. Exact vandaag, 80 jaar geleden, begon het voor vonksbehang op de Beierlandselaan in Rotterdam-Zuid. En de zaak heeft al die jaren het hoofd boven water weten te houden. Nog steeds een familiebedrijf en nog steeds wordt er behang verkocht. Vanmiddag op Rotterdam-Zuid, de Beierlandselaan, 80 jaar vonksbehang. Het begon in een kleine winkel en later de grotere aan de overkant. Mijn opa is hier begonnen, een winkel in behang. Ja. Ook nog aanverwante artikelen. Gordijnen tijken van zeg maar bedden en dergelijke toen. Tot pakweg 33 jaar geleden. En toen zijn we naar de overkant verhuisd. Vooral vlak na het bombardement op Rotterdam brak voor de behangers de gouden tijd aan. Ze stonden in de rij, mensen gingen laantje pikken, noemden ze dat. Wandelen en het treintje wat toen nog hier reed. Die kwam. Stoomtremmetje. Stoomtremmetje. Ja, naar voor de putten. Ja. En dan kwamen dus morgen stapten ze uit, gingen als eerste behang uitzoeken. En toen had je eigenlijk de winkel tot aan het plafond vol met rolletjes. Mensen konden de printjes daar niet op zien. Dat deden ze in boeken, op het trapje, in de woning zelf. Want het was echt super druk. En dan was er een jonge jongen van 14. Die ging op de bakfiets, ging de rolletjes aan het eind van de dag rondbrengen. Dit zijn de behangetjes van toen. En tot op de dag vandaag wordt er in Rotterdam behangen met vonksbehang. Vakantie is er niet bij. Nee, we hebben geen vakantie, want dan zegt mijn man, zeg maar, moet je luisteren, dan staan de klanten voor de deur. Dan moet je neven kopen, zeg maar. En mensen die de bestellingen hebben lopen, kunnen het ook niet opkomen halen. Feest en nog lang onrustig op Rotterdam-Zuid. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder en een mooi weekend toegewenst. Dag!